Nou, we zijn in Emlichheim. Emlichheim ligt niet zo ver over de grens bij Koevoer. Camperplaats voor 5 plaatsen. Alle voorzieningen erbij. Stroompalen apart betalen. En verder is er een ontzorgingsstation. En een zanizuil. En een prullenbak. Dat heb je toch wel gehad. Prima geregeld hier van de gemeente. 5 euro sta je hiervoor. 5 plekjes. Keurig op een rij. Niet al te veel ruimte ernaast. Is op zich niet nodig. Want je hebt namelijk voldoende ruimte achter de camper dan. Om in het gras te gaan zitten. Dus dit zijn de mooie plekjes midden in het dorp. Alle supermarkten. Een stuk 5, 6 geloof ik. Alles is in de buurt. Eetgelegenheden. Dus wat wil je nog meer? Dit zouden we ook vaker in Nederland moeten zien.
Het is 7:15 s'avonds. Het is niet warm, je ziet aan mij, ik heb een dikke jas aan. Bodywarmer eronder, petje op. Maar we dachten, we gaan barbecuen. Geen gestink in de camper, lekker buiten de barbecue. Iedereen zit binnen en die kan meegenieten. Geweldig toch? Ja. Ik heb nog een braadbosje als verrassing voor mij. De regisseuse wil niks meer. Want die is na de Suzuki schijven al helemaal vol. Dus deze is nog voor mij. Waar zijn we trouwens? In Laar. Vlak over de grens. Bij Coevorden. We waren al in Emlichheim. Dat is iets verder over de grens. Dit is bijna op de grens. Makkelijk hier vanuit. Langs de Vecht. Fietstochtje richting Gramsbergen. Prima plekje. Met dank aan de gemeente Emlichheim. Gesamtgemeinde Emlichheim. Super. Alles erbij. Stroom betaald. Ontzorging. Alles keurig geregeld. Ook deze plek. €5. Ja, ja. Het kan best wel. Laat eerlijk zijn, de meeste camperplaatsen zijn gewoon een parkeerplek. Zoals deze ook. Gewoon een parkeerplaats, maar wel met alle voorzieningen. En prima omgeving. Wat wil je nog meer? En onze hond is er niet mee eens dat hij binnen blijft. Maar goed, wij gaan ook weer zo naar binnen. Dus camperplaats, ik had het nog niet gezegd, of misschien ook wel, Laar. Trouwens, op dialect Duits heet het Loor. Even dat je het weet.